Een zeer goede avond, beste kijkers. Vorige week kon u zien hoe wij ons belastinggeld niet terugkregen van de banken en dat was natuurlijk spijtig. Pasta wordt ook gemaakt met belastingsgeld, maar wij doen er tenminste iets leuks mee, zoals het geven van een barbecue. Of nog een voorbeeld, onze mooie, mooie begingeneriek. In Basta met uw belastinggeld. Een reisje naar Hongarije, een reisje naar Senegal en de vraag wat er nu eigenlijk mis is met Jonas. What is wrong with you? Maar eerst een gezellige barbecue. Om onze vele trouwe kijkers te bedanken om zoveel en trouw te kijken, organiseerden we een gezellige Basta Winter Barbecue. Vorige zaterdag zakte een 100-tal gelukkigen af naar de parochiezaal van deze maand. Dat rijmt. Er is deze week een en ander te doen geweest over onze barbecue en dan vooral over de keuze van het vlees. En blijkbaar een beetje een gevoelige snaar geraakt. Dit is Kalfke Willy. Vrijdag wordt hij geslacht. Daarom hebben we een onvergetelijke dag bezocht. Ons idee om op een barbecue vlees te eten veroorzaakte nogal wat deining. Kranten besteden hele pagina's aan onze vierpotige vriend. Op de radio werd druk over biefstukken gebabbeld. En op internet moest bijna een Facebookgroep worden opgericht om alle Kalfke Willy Facebookgroepen te groeperen. Al dat tumult was uiteraard niet de bedoeling. En we wilden graag wat meer uitleg verschaffen. Dit wordt zo voornamelijk hamburger. Dan zitten zo hier biefstukken hier. Dat is echt het goud van het beest, de entrecote. Hoe moet het nu verder? We gaan de mogelijkheid geven om te stemmen. Of Willy geslacht wordt of niet. Indien het fret Willy zou zijn, zou dat beest niet opeten. Ik kan enkele groentjes. Kijk. Moest het blijken dat Willy geslacht moest zijn, dan ga ik vandaag toch vegetarisch eten. Als ik hem niet herken, is het oké. Zij komt voor kalfje Willy op de vrijdag. Zo'n kalfje, dat dient om opgegeten te worden. Hè? Eerlijk gezegd, ik hoop niet van de Willy op te eten vandaag. Hoge worsten van de slager. Allee, zo'n keer malsvlees, dat is zo lang. Ja, lang geleden. Nu dat we hem kennen, vind ik het wel moeilijk om... Ja. Ik vind dat zo'n lief snuitje. Je hebt een band mee. Hij had een lief snuitje, ja. Ja, dat is waar. Hallo. Dank je wel. Goedenavond, dames en heren, en welkom op onze gezellige Basta Winter Barbecue. Jullie zijn natuurlijk razend benieuwd. We gaan jullie niet langer in spanning houden. Ligt Kalfke Willy straks op ons bord of ligt hij veilig in zijn warme stalletje? Het antwoord zit in deze envelop. Jelle, hou ons niet langer in spanning. De uitslag. Dames en heren, en de winnaar is... In Basta. Waarom zijn deze mensen zo verontwaardigd? En van wie zijn deze worsten? Tijdens de voorbereidingen van Basta hadden wij de uitstekende gewoonte om al onze brainstorms integraal te filmen. En dat leverde onder andere dit historische materiaal op. Ja. Was jij ooit zo verliefd? Tot over je. Oh, daar is prut bij.
Dankzij het nauwgezet registreren van deze brainstorms hebben we ook beelden van het moment waarop Lieve's leven en dat van ons voorgoed veranderde. Yes! Ik heb urenbilletjes gekomen. Serieus? Zie? Dus ik krijg een e-mail van urenbilletjes? Nee. Want dus een computer heeft random e-mailadres gekozen en ik zit daar gewoon bij. 823.000 euro. Wat? Hoeveel geld? 823 fucking duizend euro's. E-mailgebruikers krijgen de vreemdste berichten in hun mailbox. Of je nu zomaar de loterij wint, de laatste wens van een wildvreemde weduwe moet vervullen of aanspraak maakt op de erfenis van een Afrikaans staatshoofd, het verloop is steeds hetzelfde. De oplichter belooft je een grote som geld op voorwaarde dat je eerst een paar honderd of duizend euro voorschot betaalt. Verstandige mensen negeren dit soort e-mails, maar wij zijn niet zo verstandig. Dus hij vraagt nu voor 760 euro. Ik zit te denken, misschien 7,60 euro effectief overschrijven naar hen. Omdat ze, oh ja, ik had het verkeerd gelezen. Ik dacht dat. 760. Ja, je zei 760. Neem Adalberto Innocencio. Innocencio. Dus, dus vrij vertaald Adalberto onschuldigen. Ja, Adalberto Innocencio. Willen moeten 7,60 euro betalen naar Spanje en zij krijgen 800.000 euro. Ja, ja, daar staan we nog maar verder in. Dat is nog meer dan. Ah ja, oké. 7 euro zijn er kwijt, maar dat is alles. Plus kosten. Plus kosten. Maar ik zie nu een mail. Over wat gaat dat? Is er een over... die we net niet slaat? Of... Nee, het is een loterij. Ah ja, wel, dat is fake. Ah. Sorry, maar er zijn klanten genoeg die dat krijgen, dus we weten dat genoeg. Ah. Wij krijgen dat ook per mail. Ja. Hebben we dat al geprobeerd? Nee. Nee. Maar... ga het proberen? Oh, ja, zeker. Hè? Ja, ja. Dus jij pakt nu contact op met die persoon, je geeft uw voornaam, familienaam door en dat codenummer. En ik ga dat daar nu gaan aanhalen. Ah ja, ah, perfect. Merci. Dat is het. Oké. Zijn ze goed als rijk. Dus we hebben 7,60 euro gaan afgeven in Western Union, maar die mens verwacht 760 euro. Dus gaan we nu het betalingsbewijsje een beetje bewerken, zodanig dat dat lijkt alsof wij 760 euro gegeven hebben. Hallo Danny, ik call you from the lottery today. I want to confirm how much you save. You are from the Euro Millions. Exactly. Ah, and my agent went to the Western Union, and the Western Union said the money is not up to 760 euros. So how much are we supposed to receive here? We sent you 760 euros. 760 euros? Yes. But the Western Union said the money is not up to 760 euros. Can you send the money already from the Euro Millions? I cannot do that because we have to present some documents. Ah, yes, ah. I thought that it would be much easier to for the money transfer, but... I tell you what to do. You do as I tell you. I am your agent here. I tell you what to do. You do as I say. You don't tell me what to do, okay? I don't tell you what to do, right? No, you don't tell me what to do. I'm a lawyer. Ah, yes, you're a lawyer. Okay. Okay, so, yes. Okay, I think I understand. And go to another Western Union office and send it anywhere you like. Just to have your pressure. Yeah, yeah, just one more question. That's the last question. When... you ask too much questions. I'll call you later. Go and do what I say. Bye-bye. Talk too much. Okay, it will be okay. I will collect the money and resend it. Okay. You told us, you told them all. Straks, de vriendelijke meneer van Euromillions verliest zijn geduld. Om onze kijkers te bedanken en omdat we toch wat geld op overschot hadden, organiseerden we een gezellige Basta Winter Barbecue.
Alleen was er wat discussie over welk vlees we moesten opdienen. Dames en heren, en de winnaar is... Willy! Wordt dus gered, hè? Dus Willy blijft leven, hè? Voor de duidelijkheid. Willy blijft leven, inderdaad. Ja. Een paar voor, een paar tegenstanders. Ja. Gemengde reacties. In ieder geval op de site was het heel duidelijk. Er hebben 14.164 mensen gestemd. En daarvan hebben 10.962 mensen Free Willy gestemd. Kijk, dat is de democratie, beste mensen. Wij leggen ons daarbij neer. Want we zijn heel gelukkig dat kalfke Willy is gered en een veilige thuis krijgt. Want er zijn een aantal mensen die aangeboden hebben om Willy te adopteren. Dus die krijgt een veilige en rustige thuis.